Kazajsvili. Vriends, Olinik en de bal op de stip. Nou, dan zou je dat toch, als je dat geen panel vindt, dan is dat dus een poging om de kluit te belazeren. Vriends gaat daar neer. En ja, ik denk dat ze zich op gelijk heeft. Aan de andere kant is Schalk alweer vandoor, want de bal verliest weer een opbouwfout. En Schalk doet het dan zelf. Room geeft Rijmerink. Oh, wow, 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 wow. Ja, en Rijmerink heeft op zich een punt dat Schalk die bal eerder al had breed moeten spelen op Rijmerink. Ja, daar moet Schalk die bal afgeven. Dan krijgt Rijmerink alsnog een kans, maar ja, die was lang niet zo groot. Als wanneer Schalk die bal had breed gelegd. Wallace en daar de kans voor Olinik. En stijlvol gerepareerd door Van der Hart. Prima kopbal. Geweldige redding van der Hart. Ibarra terugleggen. En dan moet de keeper komen van der Hart. En dat doet hij wel. Maar dan is er een misverstandje. En dan wordt die bal van de lijn nog gehaald. Het schot van Kazajsvili. Prupper. En nogmaals van der Hart. Een misverstandje achterin even in de communicatie. En dan deze moeilijke bal. Dat had de 1-0 best kunnen zijn. Veenhoffiets natuurlijk. Met deze vrije trap. Oei, die waait er zo in. Die waait er zo in. Veenhoffiets maakt de 1-0. Hij is de man natuurlijk van de vrije trappen. Dat weten we toch allemaal. Vooral weer zijn zevende van dit seizoen. Wallace. Prupper, dat is een mislukt schot. En dat wordt een assist. Daouda maakt eens een keer weer een doelpunt. Het was alweer even geleden dat de spits scoorde. Maar nu heeft hij er weer eentje in liggen. En Prupper met een assist. Maar dat was natuurlijk eigenlijk helemaal geen assist. Het was gewoon een mislukt schot. En staat Daouda dan buiten spel? Nou, dat is lastig te zien zeg. En jaagt hem er lekker in. Rijmerink gaat hier met Ascenté. En dan Schalk. Het was alweer een tijd geleden dat Go Ahead een goede kans heeft gekregen. En hier de fout van Ascenté. En wordt meteen afgestraft door Schalk. Hier draait hij weg naar het midden. Dan komt Rijmerink. En dan is dit Schalk die dit zo best aardig afmaakt. Aan mij voor komt er in voor Overgoor. Ja, nu kan het dus ook hoog. Dat had tot voor kort weinig zin. Met Schalk als spits. Nu met aan mij voor. En die krijgt hem daar. Oh, en die legt hem erin. Hoho. Dat is een gelukkige wissel. En weer staat Vitesse dus toe dat een tegenpartij hier in de Gelredome tot 2-2 komt. Wat staat hij vrij? Nou legt hij hem er natuurlijk heerlijk in. Dat is kwalitatief goed gekopt. Maar het wordt hem ook wel heel makkelijk gemaakt om die bal in te knikken. En dan weer 2-2. En vijf wedstrijden op rij niet winnen. Ibarra. En daar de mogelijkheid tot 3-2. En Van der Hart is de staande weg. De kans kwam voor Kazajsvili. Wegkop Prupper. Rijsdijk. Oh, de paas is op Vriends. Dan breedleggen Schalk. En dan is daar nog de kans op. Ja, wat heet de kans? Een enorme kans op 3-2. En dan wordt het verhaal wellicht van ja, en we krijgen nog de kans om te winnen ook.
dat was dit toch wel geweest, zeg. En dan is het ook einde wedstrijd. En weer dus een gelijkspel. Weer dus nu drie wedstrijden achter elkaar niet verloren. Fokkeboy en zijn Go Ahead Eagles. En voor Vitesse aan de andere kant. Dat dus met 2-0 voor kwam in deze wedstrijd. Bij de Arnhemmers is het nu dus al 5 wedstrijden op rij dat er niet is gewonnen.